Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad van de Sint-Janswijk gemeente B eet ik u en jou hier in de kerk en ook thuis of op een andere plaats van hartelijk welkom in deze dienst. Ook u als gast bent hartelijk welkom. De voorganger vanmiddag is onze oud-wijde predikant dominee Van der Graaf uit Huizen. En de muzikale begeleiding is in handen van Gerben Budding. En mijn naam is Jos Gijsbertsen, oudeling en vanmiddag oudeling van dienst. Ik heb nog een paar mededelingen voor u. Vanmorgen is er afgekondigd van het overlijden van mevrouw Kortleven. Er is als tijdstip van condoleren aangegeven dat het van 9:30 tot 9:30 is, maar dat is niet helemaal juist. Het condoleren is dinsdagavond 5 september van 8:30 tot 9:30. De collectemededeling. De eerste collecte is de diaconale collecte, bestemd voor de non-foodbank hier in Gouda. We verwijzen naar de zondagsbrief voor verdere informatie. En de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De bloemen vanmiddag. Die gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Begeer, Zavelberg, Hofkamer 803. En bij het koorrek staan straks na de dienst 2 kerkraadsleden voor de beantwoording van uw vragen. We beginnen deze dienst met het zingen van het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Goedemiddag gemeente, zullen we een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft. Van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat.
het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, voor jullie, en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zoals jullie hebben kunnen zien, gaat het vanmiddag over het thema bidden zonder ophouden. Dus we zullen allerlei liederen zingen over verschillende kanten van het bidden, het leven met God, ook door onze gebeden. En Psalm 25 is wat dat betreft wel een van de klassiekers in het psalmboek. We zingen daar nu het 6e en het 7e vers van in de oude berijming. En daar wordt heel veel van het geheim van het leven met God eigenlijk in woorden gevat. Dus laten we zo ons hart ook richten op de Heer onze God. Psalm 25, vers 6 en vers 7.
Na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 403, vers 1 en 2. Wat mijn God wil geschieden altijd, zijn wil is steeds de beste. Dit lied richt de aandacht en het hart op de wil van God in ons leven. Dat we ons daar op richten en ons daar ook aan overgeven. En zo ons leven laten leiden. En wie is die God van wie de wil ons geopenbaard wordt en aan wie we onze eigen wil mogen overgeven? Dat is de God waarvan we belijdenis doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit om met mij in uw hart mee te spreken en te geloven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden, gemeente?
Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is het een groot geschenk en een voorrecht dat we u zo mogen noemen en dat we biddend tot u mogen komen. We weten wat dat is, bidden, en dat we ook het adres weten. U, die zichzelf bekend hebt gemaakt door de geschriften van de Bijbel, die voor ons uw woorden zijn. En we danken u dat we hier op deze plek, in dit huis van gebed, ook oefenen mogen in bidden. In het leven met u, vanuit ons hart, vanuit het binnenste van ons wezen. Verbinding zoeken tussen ons leven hier en uw eeuwigheidsleven. U weet of bidden voor ons vertrouwd is geworden, onmisbaar, de levenslijn naar u. Maar u weet het ook als bidden voor ons moeilijk is geworden, door teleurstellingen, door tegenslagen, door vragen waar geen antwoord op kwam. U weet het ook als bidden voor ons eigenlijk in de kern onbekend is. Dat we maar nauwelijks weten eigenlijk wat er in bidden allemaal gegeven wordt door u. En zo zitten we hier, allemaal heel verschillende mensen en thuis met ons verbonden. We willen u vragen geven dat wat er vanmiddag gezegd wordt, gezongen wordt, ook in de gebeden, dat ons dat op het spoor zet en houdt en bewaart van een omgang met u die heel persoonlijk is. Een omgang in overgave waarin we ons meer en meer laten leiden door u, door uw wil in ons leven. Neemt u zo alles weg wat een belemmering zou kunnen zijn. Wees erbij met uw geest in de woorden, maar ook in onze harten dat we ontvangen wat u ons wilt geven. En geef dat we echt een godsdienstoefening zullen hebben. Een oefening in het leven met u. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan het vanmiddag dus hebben over bidden zonder ophouden. En dat doen we aan de hand van eigenlijk één vers van de apostel Paulus. Een vers wat wel meeklinkt uiteraard in een groter geheel. We vinden dat vers in 1 Thessalonicenzen 5, vers 17. Maar we lezen vanaf vers 11. En de preek die ik erover ga houden is een beetje mijn zomerpreek. Een beetje anders dan wat ik gewoonlijk doe. Ik ga u een paar lessen vertellen, doorgeven uit een boekje wat ik zo meteen wel verder zal inleiden. Maar wat al een tijdje met me meegaat en waarvan ik dacht, nu moet ik er eens een keertje maar wat van gaan zeggen. Ook in de gemeente, dat heb ik in huizen gedaan. En ik doe het ook hier op deze voor mij nog steeds zeer vertrouwde plek. Nou, dat zal allemaal wel blijken, maar eerst lezen we uiteraard het evangelie en dat doen we dus in 1 Thessalonicenzen 5. We vallen er een beetje middenin, maar het zijn allemaal aansporingen. En de eerste die luidt, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. We vragen u, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar en we roepen u ertoe op, broeders en zusters, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen
de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Tot zover de lezing voor deze middag. En dat vers 17 luidt kort en krachtig: bid zonder ophouden. Eerst zingen we opwekking 672. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Een lied uit de Mozaïekgemeenschap. Een beetje een kerkachtig opwekkingslied, vind ik altijd. Maar wel een prachtig lied over God die de koning is, over zijn koninkrijk, over het hele universum. Heerser over alle dingen.
Ons antwoord zometeen is lied 905, vers 1, 3 en 4 uit het nieuwe liedboek. Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van hem zijn heil verwacht. Weet hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, luisteraars thuis, gasten in ons midden. Denken jullie dat dat mogelijk is? Bidden zonder ophouden. Dus dat wil zeggen, denk je dat het praktisch mogelijk is? De hele dag door, van moment tot moment, in contact zijn met God. En je leven met hem verbinden en delen. De beste kans dat er allerlei mensen zijn vanmiddag die zeggen, nee, dat kan niet. Want als je dat gaat doen, dan kom je aan andere dingen niet toe. Je moet ook nog gewoon werken, bijvoorbeeld, of studeren. Ja, je kunt niet alles tegelijk. Dus Paulus die zal wel iets anders bedoelen dan van moment tot moment met God leven. Hij zal wel bedoelen, vergeet je dagelijkse stille tijd niet en de momenten dat je God zoekt. Zoiets. Zoals ik al zei, ik heb een boekje meegenomen en dat boekje dat heb ik hier in mijn hand. En het is een bijzonder boekje. Het is geschreven door Frank Laubach. En het heet Brieven van een moderne mysticus. Zo heet het eerste deel van het boekje. En het tweede deel van het boekje heet A Game with Minutes. Dus eigenlijk een spel met minuten. Ik heb dat boekje een jaar of 12, 13 geleden, denk ik, leren kennen. Via Dallas Willard, een Amerikaanse filosoof, die een van de beste boeken over de bergreden heeft geschreven die ik ken. En in zijn boek over de bergreden noemt hij dit boekje. En achterop het boekje staat een aanbeveling van hem. En dan zegt hij, achterop dit boekje, dat het een boekje is wat je leven echt kan veranderen. Hij zegt dit: je hebt een schat in handen die Christus verstrekt aan al degenen die ernaar verlangen om in hun dagelijkse leven te leven in de constante aanwezigheid en kracht van God. Nou, daar heb je het. De constante aanwezigheid en kracht van God in je dagelijkse leven. Dat is bidden zonder ophouden. En Dallas Willard die belooft dat dat boekje daarover gaat. Dan zegt hij ook verder, als je geduldig begint om de aanwijzingen van dit boekje te volgen, dan zul je heel snel verbazingwekkende dingen gaan zien. Want iedereen die God op ieder moment van zijn leven actief wil liefhebben en van zijn liefde wil leven, kan dit doen. Een kind kan het doen, net als degene die helemaal geen bijzondere geestelijke gaven heeft of privileges. Iedereen kan het doen. Waarom zou je niet beginnen? De deur staat open en de meester roept. Je hebt absoluut niets beters te doen dan dat. Nou, ik kan me voorstellen dat er sommigen van jullie zijn die bij het horen van dit soort woorden de wenkbrauwen fronsen. En eerlijk gezegd heb ik zelf ook iets te veel achterflappen van boeken gelezen in de loop van de jaren om dit zomaar te omarmen. Maar met deze woorden is het voor mij toch echt wel anders, want ze zijn geschreven door de man, een man die volgens degene die hem gekend hebben tot de grootste denkers van het christendom in de 20e eeuw gerekend mag worden. Een filosoof die in zijn werk, zijn dagelijkse werk in Californië aan de universiteit, met de moeilijkste filosofie bezig was, de moeilijkste filosofische thema's, maar die deze woorden in dit boek over bidden vanuit zijn hart kon schrijven, omdat hij er zelf ook van dag tot dag mee geleefd heeft.
En ik kan zeggen dat ik er zelf in die loop van de jaren ook de nodige ervaring mee heb opgedaan. En ik wil er gewoon graag iets van delen. Dus dat is altijd wel mooi in zo'n middagdienst. Het is een soort leerdienst. Maar misschien ook nog weer een beetje anders. Ook een beetje getuigenis. Maar het gaat over bidden zonder ophouden. Nou, laat ik even beginnen om te vertellen hoe dit boekje ontstaan is. Frank Laubach werkte vanaf 1915, dus het is al lang geleden, op de Filipijnen als zendeling onder de moslimbevolking van de zuidelijke eilanden. En hij was daar naartoe uitgezonden, wist zich ook geroepen, maar nou was hij daar. En hij vond in die eerste jaren nauwelijks weerklank voor zijn werk. Voelde zich vaak enorm eenzaam, vooral omdat zijn gezin ook niet bij hem was. Dat was achtergebleven in Manila, omdat het allemaal te gevaarlijk was. En in zijn groeiende wanhoop trok hij zich gedurende lange nachten terug op een heuvel. Signal Hill. Om daar met God over zijn frustratie te gaan praten. En over zijn strijd. En hij begon een gebedsdagboek bij te houden, waarin hij ook wat verslag deed van wat hij besprak met God en wat daar allemaal uit voortkwam. En hij leerde zo daar in die nieuwe omgeving stapje voor stapje om met God te spreken en te wandelen. To talk and walk with God. In goed Engels. En God leerde hem nederigheid en een nieuwe manier om met zijn Maranao-vrienden te spreken. En hoe ging dat nou? Nou, in wat het moeilijkste jaar van zijn leven was, leerde hij de belangrijkste les van zijn leven. Als het ging over bidden. Zo gaat het vaak, hè? In het moeilijkste jaar van je leven leer je vaak de belangrijkste geestelijke lessen. Van zijn moslimvrienden, die hij langzaam wat begon te maken, leerde hij namelijk dat overgave aan de wil van God, en islam betekent onderwerping, zoals u weet, maar dat overgave aan de wil van God, dat het allerbelangrijkste is in het leven. En dan schrijft hij: ik ben nu 15 jaar voorganger en zendeling, en nou ontdek ik dat ik nooit heb geleerd om mij gedurende mijn dag van minuut tot minuut, van moment tot moment te oefenen in de overgave aan Gods wil. Dat is wel bijzonder, hè? 15 jaar lang voorganger, uitgezonden, weten wat geloven is, maar dit nooit geleerd hebben. Maar ja, misschien is het bij ons ook wel zo, dat we dat eigenlijk nooit geleerd hebben om dat te doen. Maar goed, dat bracht hem tot het idee om zich daarin te oefenen. Heel concreet. Een jaar lang nam hij zich voor om elke minuut van de dag een moment te luisteren naar zijn innerlijke stem en zonder ophouden te vragen aan God: Vader, wat wilt u dat ik zeg? Wat wilt u dat ik doen zal? En hij was er eigenlijk van overtuigd in toenemende mate dat dat precies was wat Jezus ook deed toen hij hier op de aarde rondwandelde. De hele dag door in contact zijn met zijn hemelse Vader. Er waren natuurlijk momenten dat hij zich echt terugtrok. Maar ja, iedere minuut. En hij noemde dat, een beetje speels, een game with minutes. En dat klinkt misschien als een soort gebedstrucje, maar dat was het absoluut niet voor hem. Hij schrijft al heel snel in zijn dagboek: ik ben ervan overtuigd dat God werkt in de wereld om mij heen. En mijn aandeel is in het komende uur in een voortdurend innerlijk gesprek te leven met mijn hemelse Vader, met Christus. En zo te leven in antwoord op zijn wil. Waardoor dit uur rijk kan worden van zijn heerlijkheid en van zijn koninkrijk. Nou, dat ging hij doen.
eerst een kwartier lang per uur, daarna een half uur. En zo deed hij dat steeds intensiever in de dag. En hij oefende zich erin om iedere minuut van de dag, één ogenblik, eigenlijk één seconde maar, zijn aandacht weer te verleggen naar God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En op die manier bracht hij de stroom van zijn gedachten, die natuurlijk maar doorgingen de hele dag door, steeds even in contact met zijn hemelse Vader, met de Zoon en met de Geest. Soms door alleen de naam van Jezus te noemen in een situatie. Soms door een vraag te stellen. Soms door dank u wel te zeggen. Heel kort deed hij dat. En eerst dacht hij, dat kan helemaal niet, hè? Als je aan het werk bent, allemaal dingen te doen hebt. Dus wat ik ook dacht, dat dacht hij ook. Kun je nou werkelijk op ieder moment contact maken met God? Of zijn er perioden dat je gewoon zo druk bent, dat je zo geconcentreerd moet zijn, dat je iets leuks doet, dat je te midden bent van mensen, dat het gewoon niet kan? En hij dacht, nee, dat kan niet. Want dat leidt te veel af om dan te gaan bidden. Dan kom je aan de rest niet meer toe. Maar daar kwam hij op terug. En dan schrijft hij iets over, dat vind ik wel een heel belangrijke les, over hoe onze geest en hoe ons denken werkt. Hij geeft een heel mooi en belangrijk inzicht over de werking van onze gedachten. En die geven een antwoord op de vraag of dat kan, bidden zonder ophouden. Of dat kan, bidden en werken tegelijkertijd. Hij schrijft, wij zijn in staat om twee dingen tegelijkertijd te doen. Om ze tenminste in gedachten te houden. En bedenk wel, wij kunnen dingen niet langer dan een halve seconde in onze gedachten houden. Ons denken is een stroom, het schommelt en het golft in ons hoofd. En wat wij concentratie noemen, ook gebedsconcentratie, is eigenlijk niks anders dan dat je elke keer weer terugkeert naar datgene waar je mee bezig bent, om het misschien vanuit een andere invalshoek weer te bekijken. Dus wij denken niet aan één ding, maar we denken vaak aan meerdere dingen tegelijk of heel snel achter elkaar. Het is een stroom, die gedachten van ons. Ook als we werken, ook als we ons concentreren. En dus is dit de uitdaging. Kun je in die stroom elke zoveel seconden God terugbrengen in je gedachtenstroom? De connectie gewoon maken. Zodat God op die manier, om zo maar te zeggen, altijd in je gedachten is. Nou, dat is de manier waarop hij vorm ging geven aan die woorden van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 5. Ik kon er heel lang niks mee eigenlijk met die woorden. Maar inmiddels heb ik van hem geleerd dat je het op allerlei momenten in de praktijk kunt brengen. En dat het ook echt kan. God steeds in gedachten brengen, al is het maar elke minuut een seconde. Terwijl je aan het werk bent, terwijl je op straat loopt, of in gezelschap bent, of in de sportschool bent. Ik zal er zo nog even iets van zeggen. Maar misschien eerst maar even iets zeggen over wat hij doorgeeft wat er ging gebeuren. Want hij wordt een prachtige getuige van wat dat bidden zonder ophouden bewerkt eigenlijk in zijn leven. Hij zegt bijvoorbeeld, ik voel me simpelweg ieder uur gedragen. Ik lever mijn aandeel in een plan dat veel groter is dan van mijzelf. En dit besef van samenwerking met God in kleine dingen, dat overrompelt me gewoon. Want ik heb het nooit eerder zo ervaren. Of hij zegt dit. Dit besef dat ik geleid word door een onzichtbare hand die de mijne pakt, terwijl een andere hand naar voren reikt en de weg voor mij bereidt, die groeit dagelijks in mij. En hij zegt ook, ik moet bekennen dat mensen om me heen me anders gaan behandelen. Belemmeringen die ik eerst als onoverkomelijk beschouwde, die
gaan naar de achtergrond. Mensen die me eerst wantrouwden of die me negeerden, worden vriendelijker tegen me. En ik voel me als iemand van wie de viool niet afgestemd was op het orkest en die nu eindelijk in harmonie is met de muziek van het universum. Deze, geef maar gewoon een paar citaten hoor. De allerwonderlijkste ontdekking is dat ik niet hoef te wachten tot de toekomst om iets van de hemelse glorie te ontdekken. Dit uur kan hemels zijn. Ieder uur voor ieder mens kan delen in de rijkdom van God. En dan ook iets over moeilijke tijden. Hij zegt, zorgen die als donkere wolken boven mijn leven hangen. Ze lossen op en mijn ziel rust in de zonneschijn van een eeuwigdurende vrede. Ik kan overal in Gods grote universum gaan liggen, badend in de geest van mijn Vader, en het universum is mijn thuis geworden. Dus let wel, hij zegt niet van, ik ga zo bidden en nou wordt alles anders en alles lost op en al het moeite gaat voorbij. Nee, maar in dat donker komt er een hele nieuwe verbinding. En ook nog deze. Als ik alleen een wandeling maak, is het eigenlijk niet zo moeilijk om van minuut tot minuut mijn gedachten bij God te brengen. Want iedere bloem en iedere boom, iedere rivier en meer, berg en zonsondergang, door al die dingen heen spreekt God tot me. Dit is de wereld van mijn Vader. En de hele natuur zingt voor mijn oren. Nou, dan nog eentje. De atmosfeer in een kamer kan veranderen wanneer een paar van de aanwezigen bidden voor de rest. En misschien is er geen mooiere bediening denkbaar voor me dan gewoon maar in een bijeenkomst of een grote groep te zijn, daar de naam van Jezus te fluisteren en vervolgens zien welke mogelijkheden hij geeft. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat je kunt ontvangen als je zo zonder ophouden leert bidden is nieuwe verbindingen met God, met andere mensen. Dat er iets gaat stromen, dat je dingen gaat zien of anders gaat zien. Dat dingen zich ook openen, hoe het allemaal precies, hè, dat weet je niet precies, maar dat is wel de ervaring. En opeens raak je dan soms zomaar aan de praat met mensen en heb je een persoonlijk gesprek. Ik heb zelf in de afgelopen jaren steeds opnieuw met dit boekje geleefd eigenlijk. En dat ging altijd in golfbewegingen, zo gaat dat natuurlijk ook. Maar elke keer als ik weer terugkwam, hè, dus mijn aandacht er weer op richtte, dan gebeurden er altijd dingen. En vooral in gesprekken. Met mensen op allerlei plekken. Ik zal even een paar voorbeelden geven, niet voor mij, maar gewoon even om te illustreren. Want dan weet ik zeker dat ik uit ervaring kan spreken. Ik zit op de sportschool, 3 keer per week. En nou, wie op de sportschool komt, die weet hoe dat zit tegenwoordig. Iedereen zit in zijn eigen wereldje. Maar toen ik weer begon om elke minuut korte gebeden in mezelf uit te spreken, gebeurde er af en toe iets. Keken mensen me opeens aan en raakte ik in gesprek met mensen met wie ik daarvoor nog helemaal niet gesproken had. Er bewoog iets en er komt iets, er gaat iets open. En toen ik ergens een kop koffie ging drinken en voordat ik binnenstapte in die zaak, eigenlijk zo'n kort gebed uitsprak van Heer Jezus, u bent hier. Ga me voor. Begon degene die me bediende zomaar opeens iets te vertellen over iets moeilijks wat hij had meegemaakt en we kregen een heel gesprek. En ooit zat ik in de metro in Parijs, dat was eigenlijk toen ik het boekje net had leren kennen, jaren geleden al. En ik zat tegenover iemand die een nogal moeilijke gezichtsuitdrukking had en ik dacht, ik ga gewoon voor je bidden. En bij het uitstappen zei ik in mijn beste Frans, ik weet niet waarom, maar ik heb voor u gebeden.
en de vrouw schoot vol en weg was ze. Nou, ik kan niet zeggen dat het me altijd lukt, maar wat Laubach me heeft geleerd, en dat gaat met vallen en opstaan. Maar als het lukt, dan gebeuren er altijd dingen. En wat ik eigenlijk het mooiste vind. En misschien is dat wel een van de grootste geheimen van geestelijk leven. Dat als je nou 1 seconde hè, je aandacht weer bij God terugbrengt. Weet je wat er dan gebeurt als je dat vaker doet? Dan wordt die 1 seconde steeds groter en dieper en rijker gevuld. Voor je ervaring komt er steeds meer in te zitten in die 1 seconde. Eerst zit je natuurlijk te denken, hoe moet dat en hoe werkt dat en zo. Dat is altijd zo als je dingen leert, maar die 1 seconde die wordt rijker en dieper. En dat was wat Laubach ook beschreef en Willard ook trouwens. 1 seconde brengt je in verbinding met, bewust in verbinding met de eeuwigheid. Ja, en 1 seconde met de eeuwigheid, nou ja, hoe is dat niet? Blijft 1 seconde, maar je ervaart een eeuwigheid. Overvloedig, rijker, dat. Dat is ook wat ik proef in al die woorden die Laubach heeft geschreven. Nou, ik weet natuurlijk niet hoe jullie hier allemaal naar luisteren. Misschien vind je het raar en misschien vind je het spannend en misschien herken je het ook. Misschien moet je een beetje aan het idee wennen. Maar in elk geval is het zo dat zowel Laubach als Willard ervan overtuigd waren dat deze manier van bidden, gewoon door de dag heen, dat dat eigenlijk een hele normale manier van leven met God is. En dat veel christenen, als je er eens op gaat letten, door de eeuwen heen dit gewoon beoefend hebben. En dat gold niet alleen voor de giganten, hè, voor de heiligen, voor de grote jongens en meisjes, nee. Hele gewone mensen, kinderen, kunnen dit oefenen. En ik heb deze preek nu een paar keer gehouden en ik hoor het ook terug. Van allerlei mensen die zeggen, ja, maar dit herken ik, dit doe ik. Hier wil ik ook graag in groeien, maar ik weet dat dit zo kan. En daarom durf ik jullie vanmiddag ook wel uit te dagen om er op je eigen manier mee te oefenen. Bidden zonder ophouden. We gaan natuurlijk het gewone leven weer in. De drukte van werk, van sociaal leven, van kerkenwerk en van wat niet al. En daar kun je soms helemaal in verliezen. Maar kun je hier nou ook in groeien? In het van moment tot moment leren leven en werken met God. Nou, misschien daarom maar een paar aanwijzingen tot slot. Mijn pogingen om ook wat Paulus ons heeft geleerd en wat Laubach ons praktisch leert, om dat eventjes nog wat puntiger te maken. Ik ga 7 punten noemen. 7 tips. Goed? 1. Begin klein. Dus als je hiernaar verlangt om dit te oefenen, probeer om te beginnen een paar keer per dag, of maar 1 keer per dag, 10 minuten, om de minuut dat even te doen. Je aandacht op God richten, in relatie tot wat je op dat moment doet en denkt. Met andere woorden, je mag een stapje voor stapje ingroeien, begin klein. En 2, zeg om te beginnen niet meer dan Jezus help, of Vader zegen hem, of lieve God geef een opening, of Jezus wees met ons, zoiets. Of wat ook heel erg helpt, en daar is Dallas Willard een grote fan van, die vindt dat heel belangrijk, dat zijn stukken bijbeltekst in je hoofd, uit je hoofd leren, of eigenlijk in je hart bewaren. En als je je gedachten naar God terugleidt, dat je ze dan bij zo'n concrete belofte brengt. Willard bijvoorbeeld, die heeft het heel vaak over Psalm 23. Hij zegt dat is de psalm waar eigenlijk de hele rijkdom van het leven in Gods koninkrijk in zit. Het is ook geen psalm, zegt hij, voor de doden. Hij wordt natuurlijk vaak bij begrafenissen gelezen. Maar het is een lied voor het leven. Het leven met God. En
Dan zegt hij bijvoorbeeld, als er iets is, denk, de Heer is mijn herder. Of in een uitdagende situatie dat je denkt, nou kom ik van alles tekort. Mij ontbreekt niets. Of je zegt, dank u wel dat me niets ontbreekt. Het leert je leven in de overvloed van Gods koninkrijk. Al zijn de omstandigheden totaal anders. Maar hou het eenvoudig. En doe dat, dat is het derde, in allerlei situaties. Dus als je een wandeling maakt bijvoorbeeld. Misschien hebben velen van ons dat in de coronatijd ook wel geleerd. We hebben veel gewandeld toen. Maar als je een wandeling maakt en je komt iemand tegen. Kun je voordat je hem groet een kort gebed zeggen. Jezus, wees met ons. En als je in de verleiding komt om iets te doen wat je niet wilt. Jezus, help. En als je aan het lezen bent en er is een mooie gedachte, sta even stil. Dank God ervoor. Als je in gesprek bent, als je een keuze moet maken, als er een bezorgde gedachte bij je opkomt. Allemaal momenten dat je je gedachten kunt laten gaan, maar ook momenten dat je heel concreet je gedachten terug kunt buigen naar God, naar Christus. Doe het gewoon, al is het maar met één woord. Streef maar naar één keer per minuut. Dat is geen wet, hè, maar je snapt het idee. 4. Wees ervan overtuigd en bewust dat onze gedachten altijd een stroom zijn. Ik vind dat zo'n grote les eigenlijk uit dit boekje van Laubach. Er komt van alles door je hoofd heen. Dat hoor je natuurlijk vandaag ook in die hele nieuwe spiritualiteit ook allemaal zeggen, als het over mindfulness gaat. Die gedachten die gaan maar en die gaan maar. Maar Laubach zegt dus niet, ga nou niet aan die gedachten denken, ga naar binnen of zo. Maar hij zegt, breng die gedachtenstroom in relatie tot de levende God. Elke keer weer opnieuw. Buig hem terug. En dan kun je het verder aan God los overlaten. 5. Open je ogen en je oren voor wat er gaat gebeuren. Het wonderlijke is dat als je zo bidt, dat er dingen gebeuren, of dat er dingen al aan het gebeuren waren die je nu voor het eerst ziet. Maar je krijgt vaak het gevoel van, hey, er valt een ander licht op, er stroomt iets, er verbindt zich iets. Hou je ogen open en je oren open. En dat is dan ook het 6e. Geniet van de ervaring dat je op allerlei momenten, dat zal niet altijd zo zijn, maar op allerlei momenten het gevoel krijgt van mijn leven maakt deel uit van iets wat veel groter is. Een groter plan of een groter werkveld, hoe je het ook precies wil zeggen. Maar je werkt zelf, maar er wordt ook aan je gewerkt en dat is heel groot. Ik moet steeds vaker denken, dat heb je vast ook wel eens gehoord. Die hele nieuwe spiritualiteit vandaag, daar hoor je mensen allemaal zeggen, het universum werkt met ons mee. Of ik werk mee met het universum. En dan denk ik, oké, dat zullen ze dan ervaren. Maar als wij als christenen nou geloven in het koninkrijk van God en in een God die de macht heeft over alle dingen, zouden wij dan niet des te meer die ervaring ook moeten hebben dat we in dat universum geborgen zijn bij God. En dat het koninkrijk met ons meewerkt. Nou dat. En tenslotte, wees ontspannen over de uitkomst. Laat in Gods hand wat hij wil geven, geniet van de dingen die je ziet. Schrijf God niks voor, neem niks op je nek. Als je bidt zonder ophouden, geef je je over aan de wil van God. En zijn wil is het beste, zongen we er straks. Dus al met al, dit gaat allemaal over oefenen. Laubach noemde het een game. Een spel. Ja, het leven met God is ook een spel, toch? Een mooi spel. Als een kind mag je spelen voor het aangezicht van God. Het is een reis. Het gaat op en neer. Maar
gedachten en gevoelens kunnen steeds weer verbonden worden met die bron van God. Dus ja, bidden zonder ophouden. Het blijkt, al is het om te beginnen, kortere perioden per dag mogelijk te zijn. En ik denk eigenlijk dat Paulus bijvoorbeeld, dat hij dat ook heeft beoefend in zijn leven. Als je zo in zijn brieven leest, dat ging ik dan weer eens doen, dan zie je allemaal aanwijzingen daar wel voor ook. En dan moet je niet raar opkijken als je af en toe een droom krijgt van een man aan de overkant die zegt, kom om me te helpen, hè? Dat soort dingen. Nou, al die dingen die komen in 1 Thessalonicenzen 5 ook eigenlijk bij elkaar. Want dan staan er een heleboel dingen naast elkaar. En dan denk je, hè, wat zijn dat allemaal voor aanwijzingen? Elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen, in vrede met elkaar leven. Geen kwaad met kwaad vergelden. Het goede najagen, je altijd verblijden. God in alles danken. De geest niet uitblussen. Alle dingen beproeven en het goede behouden. Dat soort dingen. Hoe zouden die dingen nou ooit werkelijkheid kunnen worden in je leven? Nou, omdat in het midden van dat stukje staat, bid zonder ophouden, dank onder alles, wees altijd blij. De concentratie op het leven in het koninkrijk van God. Dat is wat Paulus heeft geleerd. Dus ook wij kunnen erin groeien, in dit, bidden zonder ophouden. En ik hoop dat we zo op weg kunnen gaan, ook weer na deze zomertijd, het nieuwe seizoen in. En wie weet wat God ons geven wil. Amen.
Zullen we samen danken en bidden? En er is me gevraagd om ook aandacht te geven aan de gebedspunten voor Arad. Voor de predikante die zeer binnenkort haar derde kindje verwacht. Dat de bevalling goed mag gaan en ze rust mag vinden in de kraamtijd. Het nieuwe schooljaar dat begint. De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging en de renovatie van het jeugdcentrum. Allemaal dingen die we bij God mogen brengen. Zullen we danken en bidden? Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We richten onze gedachten op U in ons gebed. Gedachten die aangeraakt werden door wat gezegd is, die misschien vervolgens weer alle kanten opgingen of die bleven stilstaan bij dingen die ons zo bezighouden. Maar dank U wel dat U ons uitnodigt om in gedachten en met ons hart bij U te komen, om te danken en te bidden. We danken U voor de mogelijkheid om ieder moment van de dag met U in verbinding te zijn en te komen. Dat U een God bent die met ons meegaat. We danken U voor de mogelijkheid om onze gedachten steeds weer terug te brengen bij U. Dat dat niet zomaar een stroom is waar we geen invloed op hebben, maar dat we ons daarin kunnen oefenen. En we bidden U dan ook dat we dat meer en meer zullen leren om onophoudelijk te bidden. Onophoudelijk onze gedachten, onze gevoelens weer terug te buigen naar het leven met U. En open dan onze ogen en onze oren. Laat ons zien wat de weg is die U ons wijst. En leer ons zo leven in het krachtenveld van Uw Koninkrijk. Dank U wel dat mensen als Paulus en als Laubach en als Willert ons voor zijn gegaan in deze dingen. Maar bovenal danken we U dat we een sterke indruk hebben dat Uw eigen Zoon Jezus zo gewandeld heeft. In nauwe verbinding met U, o Vader. Leer ons zo bidden door Uw geest, door te oefenen. En verras ons met openingen, met vertroostingen, met deuren die opengaan of juist dicht. Heere God, maak Uw woorden waar. Wees zo ook in deze wereld aanwezig. U bent de God van het universum. Ook mensen die zomaar opeens een schreeuw tot U hebben, worden door U gehoord. O Heere God, laat overal in deze wereld tekenen oplichten dat U er bent, dat U bereikbaar bent. Dat mensen niet verloren zullen zijn en gaan, maar zich met U mogen verbinden in Uw Koninkrijk. We bidden voor de kerk hier overal op aarde, dat het een oefenplek mag zijn in bidden, in het leven met U, ook van binnenuit. Geef dat we elkaar daarin bemoedigen. Ook met getuigenissen en verhalen. Dat er anderen zijn die ons voorgaan, die ons inspireren. Zegen zo uw gemeente in deze tijd als we soms niet meer goed weten welke kant het precies op moet. Maar elke keer mogen we onze gedachten weer bij U brengen. We danken ook voor de verbondenheid zoveel jaren al met de gemeente van Arad. Wees met de gemeente daar. Met de predikante die haar derde kindje verwacht. Wees erbij als het geboren wordt. Laat het allemaal goed gaan. We bidden voor het nieuwe schooljaar, voor leerlingen, voor docenten. We bidden voor de vrouwen van de gemeente die samenkomen. Geef dat ze goede ontmoetingen hebben. Dat ze ook goede vormen vinden om dingen te organiseren. We bidden ook voor de renovatie van het jeugdcentrum in Kladova.
En voor alles wat daar gebeuren moet en mag. Heer, zegen de gemeente. Ook in moeite en zorgen en strijd die er is. Weest u erbij. Wilt u een zegenen en tot een zegen maken. Ga zo met ons mee, heel persoonlijk. U kent onze situatie. De komende week ingaan. Of het vooral werk is wat ons bezighoudt. Of de zorgen die we zo moeilijk uit onze gedachten krijgen. Die onze gedachten beheersen. Heel verschillend is onze situatie. Maar gaat u voor ons uit en met ons mee. En laat ons merken dat u bereikbaar bent. Van moment tot moment. En maak ons zo ook tot een zegen. Op ons werk. Te midden van de mensen met wie we ons verbonden weten. Of mensen die we zomaar tegenkomen. Geef ons verrassingen als we het gewone leven leven, maar het zoeken te leven samen met u. Hoor ons zo als we u danken en bidden. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu de inzameling van de gaven. En we zingen daarna uit Psalm 145, vers 2 en vers 5. Psalm 145 tot en met 150, dat zijn de liederen die gaan over het Koninkrijk van God en over wat dat betekent. En je zou ze allemaal achter elkaar kunnen zingen en dan raken we heel veel dingen aan die vanmiddag ook aan de orde waren. We zingen nu 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Ik hoop dat we dat ook als verlangen meenemen. Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede. Draag met u mee de zegen van God. Draag hem ook weer uit aan wie er ook maar op uw weg komt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allemaal. Amen.